Dus je ziet hoe groot die stronken zijn. En dat ze dan zo omwaaien. Enorme windsnelheden en dat dat dan gebeurt. Dat gaat met windkracht 10 niet om hoor, zo'n boom. Maar op het moment dat het echt begint te waaien, dan krijg ik toch weer de kriebels. Dus de angst zit erin. In de nacht van 4 op 5 juni 2019 raast er extreem noodweer over Nederland. Je ziet de ravage, het is een drama. Op het 400 jaar oude landgoed De Oldenhof in Vollenhoven worden binnen enkele minuten meer dan 100 monumentale bomen met kracht uit de grond gerukt. Het enige wat ik nog weet is dat ik mijn jongste zoon heel stijf tegen mij aan had. En ik hoorde zijn hart kloppen als een razende, of dat het mijn eigen hart was, zeg het maar. Maar dat stukje ben ik kwijt. Daarna, toen de storm was gaan liggen, zijn we met z'n allen naar buiten gegaan. Nou ja, toen was het natuurlijk één ravage op het hele land. Ja, er zijn toen ongeveer 125 bomen omgegaan. En dan praat je echt over grote, monumentale bomen, over eiken en beuken. En echt heel erg grote. Over het algemeen waren dat bomen die ouder dan 100 jaar waren. En ja, dat is echt dramatisch. Je moet eens kijken, zo'n stronk, hoe groot het. De jaarringen zijn nog niet meer te zien, maar zo'n boom is gewoon 150, 160 jaar oud geweest. Ja. Dit pad lag helemaal vol, beuk aan beuk en beuk aan beuk. En een paar eiken ertussen, het lag helemaal vol. Het was gewoon niet mogelijk om weer van het landgoed af te komen. Het was een ravage die tot de dag van vandaag zijn sporen nalaat in Vollenhoven. We hebben het een goede plek gegeven, maar op het moment dat het echt begint te waaien, dan krijg ik toch weer de kriebels van, oh jee, laat die wind maar gaan liggen. Dus de angst zit erin. Gigantisch, hè? Als je ziet hoe groot die stronken zijn en dat ze dan zo omwaaien en de hele kruinen soms eruit gedraaid. Gewoon enorme windsnelheden en dat dan gebeurt. Extreem? Meer dan extreem. Ja, het was echt extreem. Windsnelheden van, nou ik weet het niet eens, maar rond de 200 km per uur. Het was echt extreem. Dat gaat met windkracht 10 niet om hoor, zo'n boom. Enorme ravage. Echt om te huilen als je je betrokken voelt bij de Oldenhof. Dat was wat ik zag en wat ik voelde. Na die eerste schrik komt ook het besef hoeveel geluk sommige bezoekers hebben gehad. We hadden 5 stellen hier op de camping. Die hebben heel veel engeltjes op de schouder gehad. Er was 1 stel die lag in een koepeltentje. En de bewuste boom die lag op 30 centimeter afstand van het tentje. En dat was echt een mega eik. Dus die hebben echt heel erg mazzel gehad. En dan is het, ook voor Aafke, een zaak om zo snel mogelijk de boel weer op te pakken. En is het tijd om aan te vangen met het herstel van de Oldenhof. We hebben in 3 dagen tijd hebben wij de hele camping opgeruimd. Het weer toegankelijk gemaakt, weer veilig gemaakt, toegangswegen weer vrijgemaakt. Iedere avond waren wij met 30 vrijwilligers bezig de kleinere takken op te ruimen, te harken, noem maar op. En uiteindelijk konden wij 3 dagen na dato konden wij weer open met de camping. Dus ja, dat is positief uiteraard. Maar het aanblik van het landgoed, de aanblik van het camping is gewoon heel anders dan voorheen. Het is een monument. De Oldenhof is bijna 400 jaar oud. Dat kun je niet zomaar eventjes boompje voor boompje gaan herstellen. Dan moet je goed over nadenken dat het ook past bij de historie. Dus we hebben opdracht gegeven tot een herstelplan. Ja, ik denk als je dit volledig wilt herstellen, wat eigenlijk niet kan. Je kunt het monumentale niet herstellen, maar je kunt wel je nieuwe aanplant maken en dergelijke. Ja, daar ga je ver over 100.000 euro heen. Dat kost heel veel geld. En dat hebben wij niet. De Oldenhof is niet armlastig, maar we hebben ook niet een heel breed budget. Dus we zullen te raden moeten gaan bij overheden. Om dan tussen de stronken te gaan kamperen, dat vonden we ook niks. Dus we hebben alle energie die we hadden, hebben hier benut om dit weer voor de natuurcamping weer vrij te krijgen. Maar een landgoed zoals voorheen zal het nooit meer worden.